Goed, dames en heren, welkom. U zult wel begrepen hebben dat wij wat technische problemen hebben. Niet hier de drie mensen aan tafel, maar de geluidsinstallatie die laat ons in de steek. En dus we testen ook even het geluid van beide gasten uit. Mijn stem kennen jullie ongeveer wel. Ik draag dat wel over. Maar Dirk, zou je even iets kunnen zeggen voordat ik jou aankondig? Wie is hier nog niet in het nieuwe vernieuwde Rijksmuseum Boerhaven geweest? Ja, dat zijn er wel erg veel, dus Dirk gaat zo weg, denk ik. Maar goed, in ieder geval hartelijk welkom in de 16e talkshow. En dat is toch ook alweer een mijlpaal. De 15e kreeg ik nog bloemen en dat was ook een verrassing. Er zijn allerlei publicaties geweest, dus laten we hopen dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Maar het wordt opgenomen en op YouTube gezet, dus vandaar. Goed, ik heb twee gasten, zoals jullie beiden zien. Aan mijn linkerhand Dirk van Delft, directeur van het Rijksmuseum Boerhaven, uiteraard Leiden. Er steken een aantal mensen hun vinger op die nog niet geweest zijn, maar het ligt in Leiden. Dus bij deze. En rechts van mij zit Walter van Pijpen. En Walter van Pijpen is fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. En daar gaan we zo mee praten, dus na de pauze. Maar we gaan eerst aandacht schenken en vragen stellen aan Dirk van Delft. Goed, Dirk van Delft, directeur van Rijksmuseum Boerhaven, wat ik al zei. Bijzonder hoogleraar materieel erfgoed van natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2005 won je de NWO Eureka prijs voor wetenschapscommunicatie. En datzelfde jaar verscheen een veelgeprezen biografie over de koude pionier Heike Kameling Onnes. Klopt. Wie was hij? Kameling Onnes? Juist. Kameling Onnes was eigenlijk de man van de kou, de man van het absolute nulpunt. Hij woonde aan de Haagweg hier in Leiden. En hij heeft in Leiden in het laboratorium waar nu rechten zitten, dus tegenover het Van der Werfpark, heeft hij een koude fabriek gemaakt. Omdat hij bepaalde wetten wilde testen en daarvoor kou nodig had. Ja, en dat was een geweldige industriële onderneming eigenlijk. Een soort big science avant la lettre. Waarvoor hij dus geweldig in de weer is geweest met techniek ook. Maar ook natuurlijk met goede wetenschappelijke ideeën. Hij heeft in 1913 de Nobelprijs gewonnen. En eigenlijk op basis van twee grote doorbraakvindingen. In de eerste plaats, hij was degene die als eerste helium vloeibaar maakte. En daarmee Leiden het koudste plekje op aarde maakte. Dat was in 1908. En drie jaar later was hij degene die eigenlijk per ongeluk of toevallig supergeleiding ontdekte. Dat is het effect dat een stroom door een draadje loopt en geen warmte geeft. En het wordt toegepast bijvoorbeeld in MRI-scanners. Dus in een MRI-scanner in het ziekenhuis zit Kameling Onnes dubbel verstopt. In de eerste plaats omdat die apparaten met vloeibaar helium werken. In de tweede plaats omdat er supergeleiding aan te pas komt. Omdat anders ze van warmte uit elkaar zouden knallen. Dat is Kameling Onnes. Geweldig. En die zei ook op een gegeven moment door meten tot weten. Ja. Is dat later niet meten is weten geworden? Het is op allerlei manieren gewoon verbasterd, misbruikt enzovoorts. Maar het is doormeten tot weten. Waarmee je trouwens niet bedoelt dat je theorie maar weg kan gooien. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Je moet een eerste idee hebben. Maar daarna ga je meten en met het meten bevestig je het of gooi je het weg. Ja. Want theorie is allemaal leuk en aardig, maar de prullenbakken liggen vol met theorieën van mensen die door te meten werden ontkracht. Zo. Nou, lijkt mij fantastisch. Hij heeft ook opgericht de Leidse Instrumentmakerschool, hè? Ja. Die nog steeds bestaat. Zeker, en ja, dat was een van de pijlers onder zijn succes. Ja. Want ja, je kan wel goede ideeën hebben, maar je hebt altijd technische nodig om ze te realiseren. Ja. Mannen met gouden handjes of vrouwen met gouden handjes. En hij had in principe mensen van de ambachtsschool die daar in de leer kwamen, een soort leerjongens. Op een gegeven moment was dat zo'n succes dat hij dacht van ik moet dat toch wel een klein beetje gaan institutionaliseren om in een moeilijk woord te zeggen. Dus er een school bij te maken. Bovendien, hij was ongelooflijk slim die Kameling Onnes. Hij wist heel handig hoe je geld kon regelen, hoe je moest organiseren.
Als ik een school maak, kan ik subsidie krijgen van de gemeente, van de provincie, van het Rijk. Kan ik allerlei stichtingen eromheen bouwen, enzovoort, enzovoorts. En dat is dus die stichting geworden die nu nog steeds bestaat. De Leidse Instrumentmakerschool, daar leerde je echt een vak. Dat is nog steeds het geval. En over uren en werkdruk werd nooit gezeurd, handjes uit de mouwen. En dat is ook de Instrumentmakerschool van nu nog steeds ten voeten uit. Want in het hele ROC-geweld, toen dus de ROC ook de Instrumentmakerschool wilde opslokken in de tijd. Toen bleek dat ze van ja, maximaal zoveel contacturen mochten doen of weet ik veel. Nou, daar lag ze zich daar een kriek om. Ze zijn lekker zelfstandig gebleven en tot heil van de Leidse Instrumentmakerschool. Geweldig. Heb jij een tweede boek in samenwerking met geschreven, dat 2 februari gepresenteerd gaat worden? Ja, het is niet mijn tweede boek ook, ik heb al meer boeken gemaakt. Maar... Ja, maar, maar deze 2 boeken zijn wel erg bekend. De ene moet nog bekend worden. Nou, dat is niet helemaal waar, Dirk. Ja, want er is al een recensie in de bijlage van de Volkskrant verschenen. Ja, ik zag een stukje staan, ja, zeker. Van Sir Edmund. Ja. He, dus, en dat, dat is 3 sterren. Ja. Nee, het is, ik kan er helemaal mee leven. De opmerkingen die in het stukje werden gemaakt. Eentje was er over het begin met Ben Veringa. Dat is natuurlijk een soort bekende Nobelprijswinnaar. Dag van de kant geen kwaad om die als eerste te noemen. Mm-hmm. Maar opmerkingen over Ruska vond ik een beetje buiten de point. Want het gaat er niet over Ruska, het gaat over de elektronenmicroscoop. Dus het is geen biografie van Ruska, de uitvinder. Maar het is een biografie van het instrument op zich. Dat staat hier wel. Min of meer. Je wordt een beetje op het verkeerde been gezet. Jij legt het wat duidelijker uit, vind ik. Nou ja, kijk, het is maar een klein stukje, dus er komen nog wel betere recensies. Althans, daar hoop ik natuurlijk wel op. Dit is geen slechte recensie, hoor, want als je leest wat er staat, is het helemaal goed. Ja, ja, ja. Maar ik doe mijn betere, wat uitgebreider, die wat meer ruimte krijgen om dingen uit te werken. Ook kritiek, ik ben altijd info-kritiek als het opbouwend is. Ja, ja. Nee, vandaar dat ik had hier staan, die was Ruska. Ja. Maar nu is het me duidelijk. Hoe worden eigenlijk wetenschappelijke ontdekkingen eigenlijk gedaan? Het begint vaak bij amateurs, hè? Nou, het hoeft niet. Het kan wel. Amateurs kunnen ook dingen uitvinden. Wat natuurlijk brokstuk van Nederland. Boerhaven was natuurlijk... Ja, daar kom ik zo even zeker. Maar goed, het is een voorbeeld van een amateur. Ja. Leeuwenhoek. En wat je überhaupt ziet, is dat heel veel ontdekkingen en vondsten gewoon toevallig tot stand komen. Je bent op zoek naar het ene en je vindt het andere. Met een mooi woord, serendipiteit. En dat is met de supergelijk, dus wat ik al zei, typisch een mooi voorbeeld daarvan. En je hebt heel veel van die ongezochte vondsten. Wetenschap is dus vaak niet op bestelling. De politiek die wil graag, ja jongens, dit is het probleem, wetenschap, kom met een oplossing. Zo werkt het niet, je kunt het niet bestellen. En zeker niet binnen 4 jaar, wanneer een politicus denkt van jongens, dan moet het wel geregeld zijn, anders ben je weer weg. Goed zo. Maar goed. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen die ontwikkelingen en de nieuwe uitvindingen? En vandaag in de dag heb ik het dan even. Ja, nou kijk, wetenschap is nooit af. Heel enkele keer komt er wel eens iemand die zegt de wetenschap is zo goed als af. Volkomen gestoord. Je kunt het al heel mooi met een beeld schetsen. De wetenschap breidt zich steeds meer uit. We weten steeds meer. Maar ja, als we steeds meer weten en steeds groter terrein hebben, dan is de grens ook steeds groter. Ja. Oftewel het... Je hebt steeds meer grens om naar buiten te kijken. En dat is natuurlijk precies wat er aan de hand is. Je hebt altijd een grens en voorbij die grens wil je zijn. Ja, dat is natuurlijk waar het om draait in wetenschap. Het lef hebben om buiten dat gebaande pad te gaan. Om een creatief idee de ruimte te geven en te kijken of het dat worden kan. Om opofferingsgezind te zijn. Alles opzij te willen zetten soms. Teleurstellingen aan te kunnen. Ook haat en nijd, jaloezie hoort er allemaal bij. Dat is gewoon het wetenschappelijke proces. Ja, en dat is vandaag niks anders dan in de tijd van Christiaan Huygens. Nee. En er valt genoeg te ontdekken, want er zijn altijd weer grenzen die mensen voorbij willen. Als je nou praat over de misschien wel toevallig, de kleur die je niet kan zien. Ja. Dat vind ik nogal een hele bijzondere uitvinding eigenlijk voor iemand die met hele andere dingen bezig was. Maar hoe bedoel je een kleur die je niet kan zien? Nou, ultraviolet. Ja? Nou ja, die kun je in beeld brengen met speciale camera's. Ja, dat wel, maar niet met het blote oog te zien. Nee, maar dat zien we nu nog niet. Nee, dat zal ook dan gebeuren. Maar, nee. Maar het is wel bijzonder dat je dan zoiets uitvindt eigenlijk. Om het wel te zien? Ja.
Zeker, maar ik denk dat het heel handig is als wetenschapper om je te richten op dingen die je wel kunnen. En wij mensen zijn pakweg in die miljard jaar of wat geëvalueerd tot hoe we zijn. Ja. En we kunnen inderdaad die ogen eruit steken en de implantaten in de plaats zetten en die koppelen met draadjes in onze hersenpan en dan hopen dat het goed gaat. Dus een beetje de ontwikkeling die misschien nu zich een beetje aftekent, maar dat is iets totaal anders dan natuurlijk wat er al is, even aanpassen. Ja, 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 ja. Maar goed, als je dan nagaat dat, de Nobelprijzen toch wel links en rechts komen, ja? Daar wordt veel over gepubliceerd. We hebben een even kijken, ik ben even zijn naam kwijt, dat was... even zoeken hoor, sorry. William Herschel, ja? Die was Duitser, is ja? naar Engeland gegaan. Ja? Die heeft zijn naam daar min of meer aangepast, ja? dat de Engelsen hem ook ja? uit konden spreken. Dat is eigenlijk de man die eigenlijk dat ontdekte. Wat met hele andere, hij was toch muzikus, ja? Dus hij was hele andere dingen. En had ja? dat te maken met het gehoor, had het te maken met het zicht, andere geluiden ja? horen, was hij ook mee bezig. Ja, Herschel heeft ook telescopen gebouwd en daarmee alle ontdekkingen aan de hemel gedaan. Was hij de telescoopbouwer die ongeveer 12 meter lang was? Ja, zeker. Ja. Hij heeft de Herschel-telescoop. Er komt nu wel in de ruimte een Herschel-telescoop die naar hem vernoemd is, een satelliet. Ja. Nee, heel veel wetenschappers hebben ook andere gaven. Dat komt vaker voor. En in de natuurkunde zie je ook veel mensen die ook in de muziek begaafd zijn. Einstein is ook een bekende die natuurlijk ook viool speelt en zo zijn er veel meer. Ja, ja, dubbeltalenten, dat is natuurlijk in het leven natuurlijk vaker het geval. Maar ja, vaak kan het ene het andere inspireren, dat is zeker het geval. Maar het is ook niet per se nodig. Mensen kunnen soms ook echt in hun fantasie natuurlijk bepaalde ja, ideeën krijgen en die dan ook niet gelijk weggooien, maar dan nastreven en kijken hoeveel je komt. Dan is het zo dat een wetenschapper het niet helemaal alleen doet, vaak. Nu niet dus er meer, zijn er hele teams omheen. Om te bouwen is dat zeker het geval. Maar die wetenschapper ja. krijgt wel een standbeeld. Maar die mensen die er omheen hebben meegewerkt, die staan er niet omheen onder dat standbeeld. Maar in die zin is het af en toe moeilijk voor een Nobelcomité. Want de Nobelprijzen mogen maximaal aan 3 mensen uitgereikt. En dat is soms een probleem, want dan... Ja, ja. Welke 3 moeten we selecteren en zijn er niet ten onrecht allerlei mensen die buiten de boot vallen? Maar heel vaak is toch, het begint wel met bijvoorbeeld dat Higgs-deeltje. Een heel beroemd geval natuurlijk van een Peter Higgs, uit een Schotse natuurkundige, die dat voorspeld heeft, tientallen jaren geleden. En eindelijk is het dan gevonden. Ja, dat vinden, dat is een kwestie van een gigantische machinerie in Genève onder de grond met een deeltjesversneller waar duizenden mensen aan gewerkt hebben. Dat artikel waarin dus die vondst werd bekendgemaakt, heeft ook duizenden auteursnamen. Maar goed, er is altijd eentje de baas, hè? Werkgroepleider, wat dan ook. Ja, die krijgt dan ook die Nobelprijs met die Higgs samen natuurlijk dan. Ja, ja, ja. Ja, want dat heeft ook in het clubblad gestaan van de vereniging, of het buurtkrantje. Ik heb de HBS gevolgd in Rotterdam, daarvoor staat op de Schravendijk wel een standbeeld. Van het Hof. Juist. Ja. En er staan 2 dames naast. Dat zou kunnen. Verbeeldingskracht. Ja. En reden. Ja, zeker. En van het Hof was een man die ook een boekje heeft geschreven, ik geloof zijn oratie zelfs, ja, over dus de kracht van de fantasie in de wetenschap. Ja. En van het Hof was typisch zo'n rillige persoonlijkheid die dat ook de ruimte wilde geven, die ook een beetje buiten het gebaande pad wilde, ook buiten het gebaande pad wat betreft de omgang met collega's soms, hè, dat hij in die zin gewoon ja, zich wat anders gedroeg. En daar af en toe ook wel flinke kritiek kwam, haat en nijd kwam. Ja, hij is heel moeizaam bijvoorbeeld lid geworden van de Academie van Wetenschappen, omdat een aantal mensen tegen hem was. Ja. Maar hij gaf dus echt ruimte aan fantasie in de wetenschap. Dat vond hij nodig, creativiteit. Ja. Toen ik daar op school zat, had ik geen enkel idee dat verhaal daar zo achter zat. Ik was met andere dingen op dat moment bezig, nee. op die leeftijd. Dus ik kom er nu pas achter wie... Dat van wie het standbeeld is. Ja. En, precies, dus dat is wel grappig. Nou is dat een tijd geleden dat ik aan het ABS zat. Dus, ja, maar je kunt ook de koppeling met het museum heel makkelijk maken. Want in het museum hebben wij de kartonnen modelletjes liggen. Waarmee Van het Hof wereldberoemd is geworden. Namelijk Van het Hof is degene die de driedimensionale scheikunde heeft bedacht. We kennen allemaal het feit dat bepaalde stoffen zijn gebouwd uit moleculen in bepaalde patronen. Maar... In eerste instantie dachten ze,
aan een plat geheel. Maar als je natuurlijk driedimensionaal denkt, dan kun je natuurlijk maar zeggen met C3H8 of zoiets, kun je verschillende structuren bouwen. Die allemaal C3H8 zijn, maar toch verschillend zijn. En in de geneesmiddelenwereld komen we er regelmatig tegen dat de ene variant is een medicijn en het andere doet verschrikkelijk veel kwaad. En de mensen hier in de ruimte zijn oud genoeg om zich misschien de Softanon-affaire te herinneren. Ja. Het was typisch zo'n geval dat ze dus niet in de gaten houden dat bij de productie, behalve de ene stof, met dezelfde formule ook de andere variant in beeld kwam, die die ramp veroorzaakt heeft met die tekorte ledematen voor die zwangere vrouwen. Ja, en dat is iets wat dus eigenlijk besloten ligt in die vinding van Van 't Hoff, stereochemie. Ja. Die moleculetjes, die liggen bij ons in de presentatie. Extra reden voor jou om nog eens een extra te komen. Dat doe ik zeker. Nee, maar wat wij deden op dat standbeeld, wij gingen op de schoot van die twee vrouwen zitten. Dat is natuurlijk ook helemaal begrijpelijk. Ja. Wie wil niet geïnspireerd worden door de fantasie? Precies, een beetje dromen en je wilde wat op die leeftijd, dus dan ga je maar hebben. Standbeeld zitten van een vrouw. Prima. Goed. Gaan we even naar het museum zelf. Ja. En het is natuurlijk toch wel een hele geschiedenis dat toen het nog Boerhaven, Museum Boerhaven heette, nog geen Rijks. Toen was er natuurlijk een enorm geldprobleem op een gegeven moment, omdat die subsidie die kraan ging dicht. Ja, even voor de goede orde, geen geldprobleem in de trant van rooicijfers. Nee, maar goed, je moest wel wat gaan doen. Ja, moesten inkomsten, eigen inkomsten moesten er komen. Dat was het probleem. De minister Plasterk toen had gezegd van jullie hebben tot 2012 de tijd om dat gewenste niveau te halen. En toen kwam er een nieuw kabinet met Zijlstra en die zei nee. En die zei dat dus halverwege 2011, het had in 2010 en 11 al op orde moeten zijn. Gemiddeld dan. Want 2010 was al voorbij, dus dat kon niet meer. En dan heb je het over eigen inkomsten. Dus wat je zelf al aan inkomsten binnenhaalt met het verkopen van een gevulde koek, koffie, entreekaartjes en wat dan niet aan subsidies, die tellen natuurlijk niet mee, maar wel fondsen of support van bedrijven of wat dan ook. Nou, dat was bij Voerhaven toen ik binnenkwam extreem laag. Iets van 2,6%, dat waren de hekkensluiters van alle musea van het Rijk. Dat was natuurlijk de goede kant aan het opgaan, want ik heb die luik opengegooid. Ik wilde gewoon veel meer reuring en ook veel meer samenwerking, maar we waren er nog niet. En opeens kwam dus die terugwerkende krachtmaatregel. En toen, terwijl dus de begroting werd gesloten, dat was het probleem niet, maar die eigen inkomsten qua niveau was te kort en moest dus met terugwerkende kracht alsnog goed komen. Ja, dat kon je gewoon uitrekenen. 7 ton in 3 maanden tijd bij elkaar fietsen. Ja, dat hebben we toen natuurlijk even gekeken en toegezegd van gaan we gewoon fixen. Punt. Ja. En wie waren de grote geldschieters op dat moment? Allerlei partijen. De bedrijven hebben meegeholpen. Heel veel vrienden zijn erbij gekomen. En die betaalden hun lidmaatschap een aantal jaren vooruit soms. We hebben mooie ideeën gemaakt. Toen dingen die nu in het museum te zien zijn. De Watertuin. Schatteiland Boerhaven, een soort interactief kindermuseumpje. Het Anatomisch Theater, wat een hele mooie videomapping presentatie geweldig gescoord heeft. Prijzen heeft gewonnen internationaal. Zijn toen bedacht. Toen hebben we gezegd, wij hebben geld, maar niet genoeg. Wie doet er mee? En al die partijen extern die meededen, dat waren de partijen die dus voor die eigen inkomsten zorgden. Ja. En uiteindelijk hebben we het dik gehaald. Met een fantastische happening in de Pieterskerk toen eind 2011. Met een grote veiling ook. Allemaal loterijen en tafels die je kon kopen als bedrijf of als club. Ja, dat is toen hadden we op die ene avond alleen al een ton. Ja. Dus en toen sloot het ook. Dus het was natuurlijk geweldig om aan het eind van die avond te kunnen zeggen van, we hebben dit gered. Maar goed, en dan na jaren komt er een verbouwing. Ja. En ik heb dat even mogen zien afgelopen donderdag. Ja. En dat ziet er werkelijk fantastisch uit. Dus gaan daar naartoe. Het is echt heel mooi. Het is, qua indeling is het... want het zijn natuurlijk niet al te grote brede ruimtes. Nee, het is het oude gasthuis, ja. Ja. De oude, Het is eigenlijk een aaneenschakeling van kleine ruimtes, een soort sluip-door-kruip-door museum. Dat is ook wel de charme, maar heeft ook natuurlijk nadelen. Maar in dat nieuwe museum hebben we dus nu een nieuwe presentatie, hebben we klimaatinstallatie aangelegd. Ja. Dat was de reden om überhaupt 1,5 jaar dicht te moeten. Want ja, er was gewoon te weinig frisse lucht. Dat is nu natuurlijk radicaal veranderd ten goede.
Maar omdat alles eruit moest, was natuurlijk dé gelegenheid om na te denken over hoe we het terug zouden zetten. En dat hebben we anders gedaan, met veel meer vlees en bloed, met veel meer oog voor nieuwe groepen. Ja. Gewoon niet mensen die de wetenschap al lang kennen en die tekstsporters helemaal niet nodig hebben, maar wetenschappers in de dop. Kinderen en ouders met kinderen die nu komen en daar plezier aan beleven. Ik vond het ook ongelooflijk leuk. Ik was met die pronkstuktoestanden bezig. Ik heb natuurlijk iedereen proberen te mobiliseren. Onder andere mensen van de Sterrenwacht, waar ik mijn hoogleraarschap heb. Nou, toen kreeg ik een mailtje terug van Ignaz Snell. Dat is een pionier op het vlak van exoplaneten, op zoek naar buitenaards leven. En zei van Dirk, ik ben pas geleden geweest met mijn zoon en met mijn pleegzoon voor het weekend. Misschien zoon van een vluchteling of weet ik veel wie. Die twee kinderen, 12 jaar oud. De een vindt wetenschap helemaal niks. De ander heeft nog nooit van het woord wetenschap gehoord. Ze waren niet weg te branden. Ze vonden het zo ongelooflijk leuk. Ja, kijk, daar doe je dit voor. Er viel mij afgelopen donderdag iets tegen, want jij begon ermee. Ik heb geen gevulde koek gezien. En daar, ben ik nou zo gek op. Heerlijke appeltaart. Heerlijke appeltaart. Appeltaart, ja. Echt. Bijzonder lekker. Ja. Oké, goed. Nou ja. Ik kom toch een keer een gevulde koek halen. Ik koop er eentje voor. Als je zegt dat je ervan bent, kom ik met een Ravensberg gevulde koek. Was namelijk de fabriek die vroeger tegenover in Rijnsburg het huis, geboortehuis woonde, waar ik eens ben opgegroeid. Oh, en dan graag met zo'n hard randje. Ja, de Ravensberg gevulde koek, een begrip. Oh, heerlijk. Ja, goed. In ieder geval museum. Nou, toen werd het Rijksmuseum. Ja. Ga je even terug. En even los van hoe kom je aan Rijksmuseum? We waren altijd al een Rijksmuseum, alleen in de naam stond het niet. We zijn het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschap en de geneeskunde. Mooie mond vol, Museum Boerhaven. We hebben nu gedacht, oké, dat wordt hier Rijks, dat zet ik nu ook gewoon in de naam zelf. Want we willen uitstralen dat we inderdaad gewoon echt slans museum zijn voor dit onderwerp. Het museum voor dit onderwerp. Het wordt die Rijksleider dat duidelijker zien. Vandaar dat we dat gekozen hebben. Ja, want elke week komt er wel, meestal zondags, komt er wel een rijtje waar je van musea via NPO 1 of 2, wat dan ook, komt er langs. Van dat je daar naartoe moet gaan, een bepaalde tentoonstelling. Ja. En jullie zitten daar regelmatig bij. Ja, leuk. Ja. Dan gaan we even naar het pronkstuk. Ik wilde eerst even vragen, wat vind jij het mooiste pronkstuk van Nederland? Even los van jullie inzending. Ja. Ja, het mooiste pronkstuk van Nederland. Ja, dat bestaat gewoon niet. Er zijn zoveel soorten pronkstukken. Je hebt appels, je hebt peren. Als je dan vraagt wat is de mooiste appel, kan ik misschien een antwoord geven. Of de mooiste peer. Of de mooiste gevulde koek. Inderdaad, de Ravensberger gevulde koek. Maar als je zegt, ja, het mooiste pronkstuk, dat hangt er maar net. De ene dag vind ik dit, de andere dag vind ik dat. Welke tijd je... Kortom, ik heb daar geen antwoord op. Ik heb wel... Dus zeg maar, wat vind je nou in een museum bijvoorbeeld, hè? Als je rondloopt, welke voorwerpen spreek je nou echt aan? Nou, wat ik dan bijvoorbeeld een heel mooi object vind, gewoon vanwege het verhaal wat erbij hoort, is bijvoorbeeld die bol van Frossati. We hebben in het museum een bol, een messingbol, een beetje aluminium, van iets van 1400 kilo, die in de tijd, een jaar of 10, 20 terug, door een Italiaans-Nederlandse natuurkundige... Daarmee wilde hij zwaartekrachtsgolven aantonen. Die zijn inderdaad aangetoond een paar jaar terug door een Amerikaans apparaat. Maar hij wilde het ook eerder. Nou, dan heeft hij dus een ontwerp gemaakt. En dan moet hij dan afkoelen tot superlage temperaturen om alle trillingen eruit te krijgen. Een heel verhaal, ook van hoe dat met geld ging. Hoe hij dat moest kleiner maken, omdat het niet geld genoeg was. Echt, hij was een factor 10 bijna erbij, net niet gelukt. Ja, sommige mensen zeggen dan, ja, dat is dus mislukte wetenschap. Waarom laat je dat zien? Ik zeg van nee, dit is nou typisch het verhaal van hoe wetenschap normaal gesproken werkt. Je moet niet alleen maar de succesverhalen laten zien, maar ook hoe het ook, ja, om wat voor reden ook mis kan gaan. En dat je dan niet denkt van het is mislukt. Dat is gewoon volkomen flauwekul. Alleen, het is net niet gelukt. Nou, vandaar dat ik met het verhaal erbij dit altijd een heel mooi voorbeeld vind van een pronkstuk. Ja. Maar ik weet niet, heeft iedereen een beetje de uitzending gezien van de week s'avonds over het pronkstuk van Nederland? Nou, er werden wat pronkstukken dus gepresenteerd, tenminste aankomende pronkstukken die betiteld werden als pronkstuk. En daar is elke avond afgelopen week is daar een uitzending over geweest.
En jullie deden daarin mee met een microscoop. Ja. En met wie zat er? En op een gegeven moment waren in die finale. Was dus de nachtwacht van Rembrandt. Maar goed, dat lijkt me niet de toevoeging die dat weten we iedereen wel. Maar er zaten ook dingen bij dat ik dacht, ja, moet dat nou? Hè? Bijvoorbeeld Nijntje. Ja, dat was de categorie ontwerp. Wij hebben, ja, maar de categorieën die hebben natuurlijk ook de pronkstukken. Dus, ja, maar wij moesten in onze categorie ontwerpen tegen Nijntje, tegen de DAF. Ja, dat ja. precies. Ja. Nou, wij hebben dus die race gewonnen en toen zaten we in de echte finale. En was je dan niet bang dat je van Nijntje zou verliezen? Nou, eigenlijk niet. Nee. Want ook hun presentatie was gewoon over de top. Knuffel, knuffel, knuffel. Ik bedoel, je moet er ook niet in denken dat in een finale van het proefstuk van Nederland Nijntje naast de nachtwacht staat. Ik bedoel, het is absurd. Nou, in theorie kan het wel. Het had gekund, maar dat had gewoon absurd geweest. Kijk, Nijntje tegen het leeuwenhoekmicroscoopje, dat hebben we gewonnen. Volgens mij mede om die reden, omdat de mensen toch denken van ja, jongens, het gaat om inhoud. Ja, al dat gedoe met emotie, allemaal leuk en aardig, maar houd toch op. Die DAF, eigenlijk hetzelfde laken en pak, ja. Die heeft zichzelf volgens mij in de voet geschoten door gewoon op beeld zo'n achteruitrijwedstrijd te laten zien. Ja, van, allemaal leuk. Met commentaar van de DAF. Allemaal leuk en aardig, maar ja, dan haal je jezelf onderuit. Ja. Die leeuwenhoek, met dat microscoopje, is het begin gemaakt met de microbiologie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de geneeskunde van nu. He, dat is natuurlijk fantastisch inhoudelijk onderzoek. Ja, wat ertoe doet en wat staat voor de mentaliteit die ik net omschreven heb, die er nog steeds toe doet. Dan heb je het ergens over. Ja. Dus dat we daarvan wonnen, vond ik op zich volkomen terecht en ook niet helemaal verrassend. Nee. Want de mensen zijn niet gek. Nee. Maar in de finale, dan ga je dus tegen de akte van verlatingen. Ja, dat is natuurlijk ook een wezenlijk inhoudsrijk ding. Nou ja, Nederland is daardoor... Daarom. Dus dat je daarvan verliest, vind ik totaal niet geen schande. Nee, nee. En dat we van de nachtwacht hebben gewonnen, vind ik ongelooflijk leuk. Daar ben ik uiterst trots op. Ja, maar is dat echt het pronkstuk? Ik bedoel, het is internationaal wel een pronkstuk. Ik bedoel, Obama heeft er ook al wel positieve woorden over gezegd. Maar is het nou eigenlijk een pronkstuk? Nou ja, je zou het een pronkstuk... Het is natuurlijk iets... Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk mooi bekend schilderij waar heel veel in zit. Dus in die zin... Is het niet onterecht dat zo'n finale haalt, maar ik vind het wel leuk dat toch ook andere dingen die minder al bekend zijn, nu zijn herkend als. Ja, ja. Ja. Jij zat in de buurt van Herman Pleij. Ja. Die is ook niet te stoppen. Nee, die zet je aan en dan moet je hem echt een batterijtje eruit halen, anders gaat hij maar door. Zorg de microfoon uitzetten. Dat kan ook. Dat helpt niet hoor, bij Herman Pleij. Nee. Goed, nog even een laatste punt. Want dan is de tijd voorbij, Dirk. En dan kun jij naar het museum. Een goede vriend van ons, die heeft dit boek geschreven. Die heb ik ook hier aan tafel gehad. Ja. Dat is Luc Kooijmans. Ja, kennen we zeker. De Geest van Boerhaven. Ja. Hoe wil jij over 100 jaar herinnerd worden? Dat weet ik niet. Dat gaan de mensen zelf uitmaken. Maar Boerhaven is wel leuk dat je daarmee komt. Want die wordt aan het eind van dit jaar... wordt hij 350 jaar oud. Dat is het leuke als je dood bent. Je wordt gewoon 350 jaar oud, je hoeft je nergens meer zorgen over te maken. Wij gaan dit jaar natuurlijk benutten om daar aandacht aan te besteden. Onder andere met een mooie tentoonstelling die ergens in november opent. En daarvoor hebben we samenwerking met de Russen. En dan kom ik bij dit boek, want het boek gaat natuurlijk voor een deel ook over Rusland. Want daar is namelijk zijn papieren erfenis terechtgekomen. Ja. Via zijn neven, Boerhaven had geen zoons, heeft zijn papieren, zijn colleges... dictaten enzovoort, nagelaten aan twee neven. En die hebben dat gebruikt om zich in te kopen aan het hof van tsaar Peter in Petersburg. Dus latere Petersburg. En daar zijn die papieren nu nog. Die zijn nooit buiten de deur gekomen. Niet eens buiten de kamer waar ze in feite dus nu nog steeds liggen. En wij hebben nu met de Russen samenwerking in aantocht om ook objecten van Peter de Grote uit die medische tijd van toen en andere zaken... preparaten van Ruijs bijvoorbeeld, die nog nooit buiten de deur zijn geweest, naar die tentoonstelling in Leiden te gaan halen. En daarna komt die tentoonstelling ook in de Hermitage in Petersburg. Dus het is een hele mooie samenwerking. Maar je weet hoe Luc met nog een paar mensen eraan getrokken heeft. Jazeker. En wij zijn nu veel verder dan hij ooit gekomen is. Ik zal het hem vanmiddag mededelen. Ja, heel goed. Ja. Maar goed, over 100 jaar. Ja. Heet het dan de Geest van het Rijksmuseum Boerhaven? Dirk van Delft? Dirk van Delft, kijk,
Laat je een geest achter? Om te beginnen moeten we even de simpele constatering hebben dat de kerkhoven vol liggen met onmisbare mensen. Dus ze zoeken het maar uit. Oké. Heeft er iemand nog een vraag? Ja. Jeroen. Allereerst zeer bedankt. Ik wil je ook nog een keer het publiek bedanken voor het feit dat je allemaal voor het museum hebt gedaan. Het was wel even heel spannend toen het onder de bezuinigingen terecht kwam. Dat was in, wat je net ook samenvatte, indrukwekkend hoe dat ging. Maar één ding vind ik interessant is nu Boerhaven Rijksmuseum. Er zijn natuurlijk in andere universiteitssteden ook universiteitsmusea, zo heten ze meestal. Ja. Hoe zit die verhouding nou eigenlijk in elkaar als het gaat over collectie, als het gaat over het zien van bepaalde doorbraken, bepaalde instrumenten? Kun je iets over zeggen? Of ja. Jullie anders ja. Wat ons anders maakt is dat wij het landelijk zijn. Dus laten we zeggen, je hebt meerdere universiteitsmusea. De twee bekendste zijn die in Utrecht inderdaad en in Groningen. Maar die richten zich natuurlijk vooral op Utrecht en Groningen. Museum Boerhaven richt zich op heel Nederland. Soms ook het buitenland, maar goed. We hebben een Nederlandse collectie die een internationaal verhaal vertelt. En als bijvoorbeeld een bedrijf in Os, wat er ook medische zaken, geneesmiddelen... zeggen, wat moeten we met die collectie? Ja, dan komen ze bij ons. Want bij Utrecht hebben ze natuurlijk helemaal geen schijn van kans. En wij verzamelen landelijk. Dus dat is het grote verschil. Wij verzamelen ook buiten de universiteit. Dus wij verzamelen ook industriële laboratoria. En dat doet Utrecht Universiteit natuurlijk ook niet. Dus we hebben duidelijk wel afstemming. Natuurlijk kijken we bij een bepaalde collectie van, is het niet ook al daar aanwezig? Een soort nationale collectie op ons terrein, zou je kunnen zeggen. Maar als het gaat om dat dingen worden aangeboden of dat wij actief achter dingen aangaan, dan hebben wij dus eigenlijk het complete brede veld en geneeskunde, wat trouwens bijna nergens anders aanwezig is, want als het al in Utrecht en Groningen ergens over gaat, is toch natuurwetenschap. En wij doen dus beide gebieden, natuurwetenschap en geneeskunde. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat je, tenminste, ik noem het dan maar even zo, toch wel rommel op je af ziet komen. Wat doe je daarmee? Ja, nou, nu zeggen we dat hoeven we niet. Kunst en kitschachtige dingen. Vroeger ging het soms zo dat dan verhuisde er een ziekenhuis. En dan belde dan een hoogleraar op. Ja, ik heb hier best wel mooie spulletjes. Dan zeggen wij terug, even kort door de bocht. Oké, kunnen we overmorgen komen? Nee, vanmiddag, want morgen komt de friekelbak. Nou, dan oké, hups, er naartoe, diezelfde middag nog, want je weet me nooit. Nou, dan kom je op zo'n zolder en dan denk je van, ja, dat is interessant en dat is interessant en de rest niet. Oké, die twee dingen nemen we mee. Nee, alles of niks. Ja, zo ging het vroeger. En voor je het wist, lag dus de hele handel in dat museum of in het depot van het museum. En is het door de bureaucratie zo dat, met een mooi woord heet dat ontzamelen, dus dingen de deur uit... Dat is zo ingewikkeld met zoveel papieren, dat zodra het niet echt in de weg ligt, zeggen wij nu, laat maar lekker liggen. Ja. Maar nu zeggen we natuurlijk wel, als ons iets nieuws wordt aangeboden, hebben we het al, is het niet de 13 in de dozijn, enzovoort. Dus dan zijn we veel strikter. En we hebben natuurlijk überhaupt een collectiebeleid, hè, van waar we ons op richten en wat we willen. Ja. 1 april is het... Je blijft hoogleraar, dus dat houdt niet op 1 april. Ja, nou goed, ik hou een nulaanstelling. Ja. Ik heb een paar promovendi die ik nog natuurlijk tot het gaatje wil brengen. En op die manier hou ik ook mijn contacten. Ik kan gewoon inloggen, UB, dus het is gewoon heerlijk. Ja, prima. Ik beloof je 1 ding, ik kom voor 1 april die gevulde koek halen. Prima, afgesproken. Direct. Goed. Dames en heren, dan gaan we met onze tweede gast praten. Walter van Pijpen, zoals ik al eerder zei. Fractievoorzitter GroenLinks. En eigenlijk, je hebt een groene portefeuille, noem ik het maar. Stedelijke ontwikkeling. Ja. Monumenten. Ja, het is het rijtje. Wat binnenstad, ik verzin het niet. En parkeergarages. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug, op die parkeergarages. Want dat, Sippen toch blijven altijd een beetje hoog zitten. Goed. Dat is prima. Dat is prima, hè, Walter? Mij ook. Ja. Walter, jij bent. Je hebt toch een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, vind ik. En daar zijn nog wel wat dingen van overeind.
is dat jij een echte Leijenaar bent. Geboren en getogen. Sterker nog, ik ben geboren in Boerhavelaan. Althans, geboren in het academisch ziekenhuis. Maar ik ben groot geworden in de Boerhavelaan. En ik bracht sparkrantjes rond hier op de Marendijk. Toen ik op de lagere school zat, kon je ook oversteken via het spoor naar de Marendijk. Tussen de Boerhavelaan en de Marendijk, dat was niks. Dat was niemands land. Dus hier, ook hier ligt een beetje roots. Ja. Is dat nu niet een beetje in het nieuws, die hele wijk daar? Ja. Moet er nieuwbouw gepleegd worden of iets afgebroken worden? Ja, maar mijn flat blijft staan. Oh. Gelukkig. Want ik ben fan van wederopbouwarchitectuur. En ik vind dat je niet moet slopen als je kan hergebruiken. Om allerlei redenen. Maar dit blokje is ook wel van cultureel historische waarde. Ja. Het is in de jaren 60 ontworpen als een soort stempel. En het is dus vrij uniek complex. En het grootste deel gaat helaas tegen de vlakte. Maar mijn flat blijft staan. Ja, gelukkig voor jou dat jij ook overeind blijft. Ja. Ja. Boerhaven, nou, dat sluit mooi aan. Dirk, je hoort het, je komt later in het museum te staan, zei Dirk net. Okay. Dus, ja. Maar goed, je middelbare school hier gedaan en toen ben je naar de Rietveld Academie gegaan. Wat was de aanleiding dat je denkt van ik ga naar Rietveld Academie? Nou ja, omdat ik kunstenaar wilde worden. Dus dan is dat wel de place to be natuurlijk. Ik was overigens daarvoor, heb ik ook nog de leraaropleiding tekenhandvaardigheid gedaan. Dus ik maakte eigenlijk al kunst. En ik vond alleen, ik dacht van ja, maar mijn hele leven lang leraar, daar heb ik eigenlijk, dat wordt hem niet. Ik wil zelf kunstenaar worden. Dus ik ben aangenomen op de Rietveld Academie, ook die afgemaakt. Ik ben wel geswitcht van vrije beeldende kunst naar binnenhuisarchitectuur op de dagopleiding. En dat ben ik feitelijk, hè, binnenhuisarchitect. Ja. Alleen ja, met een nu even een politieke carrière daarnaast. Ja, maar goed, je verdient ook je brood met de taxichauffeur te zijn. Ja, ook nog. Dus al die combinaties van kunstenaar, kunstenmaker en dan ook nog taxirijden en dan fractievoorzitter GroenLinks. Dat is toch wel, je bent wel aardig bezig dan. Ja, hoewel ik eerlijk moet zeggen dat het ontwerpwerk, hè, want ik heb meubels ontworpen en dat soort zaken, dat ligt nu wel op zijn gat. Wat ik wel nog doe is collages maken met, ik kan redelijk photoshoppen. Dus we hebben nog wel eens een idee met GroenLinks van ja, dat kan toch veel groener, dat kan toch veel mooier. Zo ben ik eigenlijk ook GroenLinks ingerold overigens met die collages. En dan zit ik avonden te knippen en te plakken. En ik heb steeds dezelfde meeuwen die ik erin plak. En altijd een Nordic Walker. En dus ik heb heel veel plezier. En dan maak ik dus nog steeds collages die een redelijk kunstzinnig gehalte hebben, vind ik zelf. Dus ik heb er wel plezier van. Maar echt ontwerpen doe ik minder. Ja. Maar wat ik wel eens zeg, als mensen zeggen, joh, is toch zonde dat je daar niks mee doet. Wat ik er vooral geleerd heb, is een manier van denken. Anders dan een academische manier van denken. Een kunstenaar denkt en kijkt anders naar de wereld, denk ik, dan een wetenschapper. En bij mij zit dat gewoon inmiddels in mijn systeem. En daar heb ik in de politiek dus ook veel plezier van, heb ik het gevoel. En is het zo dat jouw tweelingbroer, Dirk van Pijpen, architect in Rotterdam, die ik toevallig ook ken, maar dat terzijde, dat wist jij nog niet. Nee. En die is architect. En voor het buitengebeuren. Jij binnenhuisarchitect. Zit dat ook geworteld in die familie van jullie? Nee, dat je die richting kiest? Nee, eigenlijk niet. Nee, hij is over stedenbouwkundige. Maar dat is nog meer buitenruimte. Nee, eigenlijk niet. Mijn vader was ook politicus. Die heeft in de Leidse Raad gezeten voor de PvdA. Vanaf 1970 tot 1974. Dus je zou zeggen dat eerder de politiek in de genen zit. Mijn vader was wel heel muzikaal en kon wel heel goed tekenen. Maar was van beroep socioloog. Ja, ja. Ja, dus, maar inderdaad, mijn broer en ik hebben allebei een enigszins artistieke
carrière gekozen uiteindelijk. Ja. Dan ga ik even terug naar 2010. Op een gegeven moment, je was al lid van GroenLinks, neem ik aan. Ja, al vrij lang. Vrij lang. Jij wilde in die raad komen. Je moest op een lijst komen dat je dus minstens 4 of 5 moest staan. Dat is jou niet gelukt op een of andere manier. Kan je dat nog eventjes verwoorden zoals je dat mij ook hebt gedaan? Ja, dat was overigens de tweede keer. De eerste, in 2010 ben ik voor het eerst in de gemeenteraad gekomen. Dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Ik stond op plek 3. Die eerste periode heb ik het geleerd en dat ging eigenlijk goed. En ik kreeg volgens mij ook veel waardering. En een goede plek op de advieslijst van de kandidatencommissie, dus niks aan de hand. Ik wil heel graag nog door. Ja, en dan, de lijst wordt vastgesteld op een algemene ledenvergadering. Daar kunnen gekke dingen gebeuren. Dat gaat met stemkastjes en je mag elke keer toch stemmen. En je ziet dat vaker ook op GroenLinks congressen. Op een gegeven moment is er een soort rare dynamiek waarin mensen ineens op zakken. En dan zien mensen je niet meer, weten soms dan ook niet precies wie ik ben. En dan denken ze, nou toch maar weer op een vrouw. Dus de strategie op zo'n ALV wil nog wel eens vergeten worden. Van, we zijn bezig met het vaststellen van een goede lijst. En daar was ik een beetje de dupe van. Ik kwam op plek 8. Nou, dat was natuurlijk kansloos. Misschien dit jaar zou dat nog wel een redelijke plek zijn. Maar 4 jaar geleden was dat echt wel 8 zetels. Dat gaat het niet worden. Dus ik heb even nagedacht. Ik was natuurlijk teleurgesteld. Ook wel een beetje kwaad. Van ja, maar ik vind het zo leuk en ik doe het volgens mij goed. En er kwamen ook nog mensen naar me toe en zeiden van ja, Walter, wat is dit nou? Ik ben een beetje het gezicht van GroenLinks. Afgeserveerd is groot. Als men zegt van jij moet niet meer in de raad, laat dan de stad het maar zeggen. Want daar zit je voor in die raad, niet voor de afdeling zelf. Dus ik ben een voorkeurscampagne begonnen, mijn eigen campagneteam. Met eigen posters en optredens in allerlei media. Ik merkte dat daar heel veel mensen heel enthousiast aan meededen. Ook vrouwen aangetrokken? Ja, zeker. Maar dat weet je. Wij hadden geen idee, want dat zie je dan niet uiteindelijk. Nee, maar goed, ik merkte wel dat veel mensen meehielpen. Dat was eigenlijk ook wel voor een heel deel een social media campagne. Mm. Zoals GroenLinks die eigenlijk nu aan het voeren is. En toen ben ik uiteindelijk met ook meer dan 500 stemmen, voorkeurstemmen, alsnog in de gemeenteraad terechtgekomen. Nou, en nu dus lijsttrekker. Het zit een beetje in de genen van GroenLinks wat betreft vrouwen. Hè? Ik bedoel, ik kijk maar naar Femke Halsema en Sap en dat soort. Maar het was iedereen een beetje verbaasd dat er ineens een landelijk, heb het dan even over, landelijke man werd. Ja. In de Kamer. Ja, nou, eerst heeft Van Ooyek het overgenomen. Ik denk dat dan. Ik geloof niet dat er nou zo gekeken wordt van, nou, nu moeten we een man en dan hebben we 4 jaar een periode een vrouw gehad, dan moeten we weer een man. Mm-hmm. Terecht. Ik denk, zeker als het gaat om de partijleider, de fractievoorzitter, dan pak je gewoon degene met het meeste talent en die op dat moment op de goede plek zit. En volgens mij is de Jesse Klaver nu gewoon de goede man op de goede plek. En over 4 jaar dan is het Klavervuur misschien gedoofd. En dan komt er misschien iemand uit de fractie nu. Er zitten een aantal hele jonge talenten bij. Dus heb jij nooit overwogen om je mouw ook op te rollen? Landelijk? Nee, wat Jesse Klaver doet. Als hij Ik wel. Alleen ik vind dat maar. Nee. Het heeft heel erg goed geholpen, laten we eerlijk zijn. We hebben 14 zetels gehaald, meer dan ooit. Ik ben naar een aantal van die meetups geweest. Ik hou niet van massa-events, helemaal niet. Maar ik snap wel dat bij, zeker bij een jongere doelgroep. Dan een beetje dat. En hij doet het wel heel goed. Ja. Als je dat slecht doet, dan denk je van ja, dit is een beetje, beetje nep. Hè? Maar hij doet het wel goed. Nou, daar hoort een beetje image bij. Dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Ja. Maar ik ga hem niet nadoen.
Nee. Er was een PvdA'er, een PvdA-kandidaat, die was klaar voor lookalike. Dat was bij Jinek laatst. Die had gewoon precies hetzelfde soort blik ook in zijn ogen als klaar. Ik denk van nou, misschien gaat het voor ons in Amsterdam werken. Ja. Maar je moet gewoon jezelf zijn in de politiek. Ja, dat is het beste. Ja. Maar zijn huispakken, zijn pyjama's van Jesse, die waren uitverkocht. Daarna. Ja. We hebben het nog geprobeerd. Het laatste bericht is dat in de peilingen van Maurice de Hond, dat andere steden, zoals Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, staan nu op winst. Hè? Nou ja, daar zijn we zelfs in die peilingen dan de grootste partij. Ja. Hoe is het in Leiden? Ja, er is hier geen peiling, maar vind ik ook niet zo erg. Ik heb geen idee. Het laat wel een beetje zien dat het niet de andere kant op gaat. Hè? Dus we zijn nog steeds blijkbaar aantrekkelijk voor een hoop mensen. En ik weet dat we in grote steden hebben natuurlijk al een vrij grote achterban. Nou, en blijkbaar is die toch nog aan het groeien. Ik kan me voorstellen dat in Leiden dat ook dan wel het geval zal zijn. Hoop ik. Ik denk het ook wel, maar we gaan dat pas 21 maart echt beleven natuurlijk. Maar ja, als je dat ziet in die lokale politiek, dan zijn er toch een aantal partijen, PvdA, D66, die toch wat dat betreft en GroenLinks toch wel één partij zouden kunnen zijn. Want je ziet heel veel raakvlakken, zelfde ideeën. Op bepaalde thema's, zeker in de lokale politiek. Ik denk dat als je nu de verkiezingsprogramma's naast elkaar gaat leggen, ja, dan zijn er echt in een aantal gevallen best heel veel overeenkomsten. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk altijd ook verschillen. En ook wel verschillen in waar leg je prioriteit. Waar kies je uiteindelijk voor wanneer je moet kiezen tussen een tonnetje hier naartoe of een tonnetje daar naartoe. Dat zijn de politieke keuzes, die staan niet in verkiezingsprogramma's. En een verkiezingsprogramma is altijd een wens. Hè, van als wij in het college zitten, dan zouden we dit en dit en dit. Maar goed, we weten ook allemaal dat je zet hoog in op je verkiezingsprogramma en vervolgens ga je aan tafel en dan komt er toch een akkoord. En dan doet iedereen water bij de wijn. Dus ja, iedereen probeert net zo groen te zijn als GroenLinks in zijn verkiezingsprogramma, zelfs de VVD. Wat op zich toe te juichen is, denk ik dan maar. Ja. Want dan wordt het wel lastig om te zeggen, nee, dat doen we toch niet? Nee, maar kijk, het PvdA die zegt, een heel centrum moet autoluw worden. Ja, dat zeg ik al 3 jaar. En precies, elke want dat staat op jullie website ook. Dus, Ja. Ja, nee, dat dit, hè, de campagnemachines draaien, denk ik dan. En ik moet wel lachen, want ze hebben dit plan op Facebook gezet. Ja. Toen dacht ik al van, is dat nou wel slim? Want er staan 4, 5, 6 actiepunten in. Ja. En ik geloof dat er nu al meer dan 500 reacties zijn, die allemaal natuurlijk ook beantwoord moeten worden door de PvdA. Ja. Omdat, ja, het is, we willen graag dit, we willen graag... Wij willen ook graag die binnenstad Autoluw. En dat van de Rapenburg en de Garenmarkt, dat zeg ik al 3 jaar. En elke keer gaat dat niet door, omdat de PvdA, VVD, D66, SP niet meestemden met mij. Ja, en nu is die gelegenheid, omdat die coalitieakkoord wordt opengebroken. Ja. Garenmarkt. Ja, net zoiets. Er wordt nu iets anders gebouwd. En dat is een parkeergarage onder de grond. Ja. Ja, die, daar zijn ze nu druk mee bezig. Dus. Ja. Dus dan moeten ze die moeten ze nu ook maar gewoon afmaken. En dan hopen dat die volkomt. En zodra die klaar is. En dat hebben we dan in ieder geval wel voor elkaar. Het idee was dat er ook op Maaiveld geparkeerd zou gaan worden. Nou, dat is natuurlijk helemaal een krankzinnig idee. Ook daar ving ik elke keer bot als ik probeerde met een motie of op een andere manier daar iets aan te doen. Daar is gek genoeg de VVD ineens gedraaid. En die is zelf gezegd van, misschien moeten we maar eens kijken of we daar dan nog maar niet gaan parkeren. Dus dat is in ieder geval winst. Daar komen geen auto's. Maar zodra die garage klaar is, ja, dan is het natuurlijk zaak om te zorgen dat die binnenstad aantrekkelijker wordt.
Ja, maar het zit in jouw portefeuille, parkeergarages. Ja, maar ja, nu is het, dat besluit is genomen. Dus ik denk, in 2010 was het een item. En in 2014 was onze campagne, wat zou je doen met 80 miljoen? Dan hebben we gezegd van ja, luister eens, dat geld wat die parkeergarages kost, dat kan je beter ergens anders voor gebruiken. Maar goed, ik heb op mijn nieuwjaars speech ook gezegd van dat die strijd wel begraven is. Het is natuurlijk een beetje, beetje onzin om nu nog tegen die parkeergarages te gaan lopen. Nee, dat heeft geen zin meer. Ik kan ze moeilijk. Laudy was hier eind november. En daar had ik geopperd om daar gewoon woningen in te bouwen. Maar daar ging hij niet in mee. Dus dat, maar het punt is dat die parkeergarages, en daar hebben we het in het vorige gesprek ook even over gehad, is dat dat natuurlijk het probleem is dat je natuurlijk je auto parkeert daar aan de eind van de Haagweg, met busjes die stad ingebracht wordt. Dat was natuurlijk een perfect systeem. Ja. Dat is het, dat is het nog steeds. En het verlies wat nu die parkeergarages leiden, want het is heel veel geld, is dat het nu opgebracht moet worden deels door parkeergeld wat buiten de stad wordt geïnd. Ja. En daarmee wordt het gat van de garage wordt gevuld met dat geld. Ja. Dat is toch dat van de idioten. Nou ja, dat jij zegt het. En het enige is dat het geld is uitgegeven. Die put die ligt er. 42 miljoen. 80 miljoen hebben ze gekost. En jaarlijks is er natuurlijk gewoon een tekort. En dat wordt inderdaad, de parkeerreserve, ik wil het niet te ingewikkeld maken, is een soort gesloten systeem. Dus de inkomsten uit betaald parkeren komen in die reserve. En omdat er een heel groot deel van Leiden betaald parkeren is, zijn die inkomsten groter. En kan daarmee die tekorten van die parkeergarages worden opgevuld. Ja, dat geld had je anders kunnen gebruiken voor andere dingen. Dat is absoluut waar. En dat was misschien ook wel beter geweest. Maar goed, de realiteit is dat die garages nu gebouwd worden. Laten we dan maar zorgen dat ze volkomen. Dat is een kans om auto's van straat in die garage. En beginnen met de bezoekers van de stad. En kijken of in die avonduren er natuurlijk ook gewoon plek is voor vergunninghouders. Er is een ruime meerderheid. De PvdA die heeft zich dus aangesloten bij ons. Maar ook D66 heeft een autonome binnenstad in zijn programma. De SP denk ik ook. De VVD zelfs heeft het volgens mij ook wel ergens genoemd. Dus dat gaan we gewoon regelen na maart. Dat is nu de opgave. Oké. Maar hoe kijk je verder tegen die stadsontwikkeling aan nu, vandaag de dag? Nu, wat er gebouwd wordt en wat er afgebroken wordt. En daar de buurt van Boerhaven, de wijk. Woon jij straks nog alleen? Hoe kijk je daar allemaal tegenaan? Nou, het zijn twee dingen. De ontwikkeling in die stad. Er zijn goede plannen gerealiseerd. Er zijn hele slechte plannen gerealiseerd. Bijvoorbeeld? Om maar even in mijn wijkje. Bij het Diakonesse ziekenhuis. Daar stond het Agnes College. Dat was een school. En het oude MSG. Dat was ook een school. Het was een heel mooi gebouw. Ook door de monumentenselectiecommissie als gemeentelijk monument benoemd. Zo van, dat moet je eigenlijk koesteren. Allebei die scholen zijn tegen de vlakte inmiddels. En het Agnes het eerst. Als je nu gaat kijken in dat wijkje wat daarvoor teruggekomen is, ja, dan schieten de tranen in je ogen. Dat is vrijwel uitsluitend steen. Het is een huizen met een voortuintje. En achtertuin, en daar staat een hek omheen. En tussen al die hekken is parkeerplaats, compleet versteend. Je zei net, mijn broer, dat is iemand die zich enorm bezighoudt met klimaatadaptatie. Ja. Met hoe je nou de stad klimaatbestendig inricht. Nou, dat is dus vooral het toevoegen van groen, toevoegen van water en het ontstenen van de stad. Als je dat niet doet, dan hebben we gewoon zo meteen een probleem. Nou, als je die wijk ziet, dat is alleen maar steen. Hetzelfde op de Boshuizerkade, de Ter Haarkade. Daar is ook een nieuwe wijk gebouwd. En tuurlijk, mensen wonen daar prettig. Maar de kwaliteit van de architectuur is abominabel. Maar dat vind ik nog niet eens het interessantste. Het is compleet versteend. Het is niet duurzaam. Ik woon daar. Jij woont daar. In dat wijkje ook. Ja, en we zijn nu bezig om daar een verduurzaming te doen. Je
koopt het zoals het is en daar heb je weinig grip op, dan had voor in de planfase iets moeten gebeuren. Ja. Dat is niet gebeurd. Bij dieper hout wat er komt te liggen, wat gebouwd, is idem dito. Ja. We proberen daar in de wijk ook met duurzaam boerwater van alles van te maken. En ook zijn we nu plannen aan het maken om eigenlijk een soort collectief te maken om de huizen allemaal van nog meer zonnepanelen te voorzien, maar ook om de daken te gaan leggen. Ja. We hebben ook gepoogd om, hoewel iedereen naar zijn huis inricht, ook zijn tuin inricht. Wij zijn de enige met een havenscherm in onze tuin. We hebben ook geprobeerd om met anderen daarvan te overtuigen. Maar het zijn jonge starters die ook niet al te veel geld hebben. Dus je krijgt het inderdaad dat probleem. Maar het begint essentieel bij de planvorming. En dat je daarop randvoorwaarden zet met betrekking tot de inrichting daarvan. En de verduurzaming daarin. Ja, dat klopt. En veel van die tuinen worden ook opgeleverd met zand. Want daar kan je goed op bestraten. En niet met aarde. Want dat is als je wil gaan tegelen, wat de meeste mensen willen. Ja, dan moet je die aarde en dan moet je de zand. Dus, maar goed, er zijn ook goede plannen. De opgave is veel, vind ik eigenlijk interessanter, want dan kijken we naar de toekomst. En daar zal ook in deze verkiezingen, in de debatten, zal daar wel wat worden over gewisseld worden. Ja, maar goed, de vergroening, we krijgen natuurlijk het singelpark, wat al begonnen is, krijgen we natuurlijk rondom de singels. Waar je kan wandelen op een zondagmiddag bij wijze van spreken. En dat wordt allemaal smaller, die weg daar. Dus wat dat betreft. Maar goed, daar kom ik weer bij de molen hier. Zou daar een heel park komen? Dat gaat natuurlijk niet door. Dat wist iedereen dat het niet door kon gaan. Want waar moet je de kermis laten? Ja. Dus die vergroening daar, dat beperkt zich tot wat groene vlaktes. Ja. Met gelukkig echt glas en geen kunstgras. Maar dat is een ander verhaal. Punt is dat er ook een probleem is met de verkamering. Verkamering van huizen worden opgekocht, er worden hokjes van gemaakt, daar kunnen studenten in wonen. Je ziet het hier, met name ook hier in de wijk, dat het steeds meer wordt. Mm-hmm. En steeds meer vergunningen worden afgegeven om dat te doen. En dat zijn natuurlijk, het melken van dat soort dingen is natuurlijk lucratief. Ja. Hoe kijk jij, GroenLinks, daar tegenaan? Daar is het ook wel grappig, of grappig, het is niet grappig, maar je ziet wel dat eigenlijk alle partijen zien dat er wel wat moet gebeuren aan die verkamering. En er zijn ook wel maatregelen genomen in de afgelopen periode. Dan wordt het echt een technisch verhaal, maar je kan niet zomaar, je moet wel iets met een aanspreekpunt hebben en je moet ook aan bepaalde geluidswerende maatregelen voldoen. Maar dat werkt natuurlijk vaak niet. Wat ik eigenlijk interessant vind, want volgens mij is er ruime meerderheid om dat harder aan te pakken, zeker in bepaalde wijken waar je dat veel ziet, is waarom dat nou zo is. En volgens mij is dat voor een deel omdat woningen zo schaars zijn in Leiden. Ja. He, dus die discussie over moeten we nou meer woningen bouwen of moet het groen blijven, dat is een hele belangrijke discussie. En als je zegt, ja, we kunnen hier geen woningen meer bouwen, betekent dat de prijzen gaan stijgen. Dat dus de prijzen van huizen, ook koop, want het zijn koophuizen die verkamen, die worden zo hoog dat een gemiddelde starter met een middeninkomen zo'n woning niet meer kan kopen. Wie kan die wel kopen? Dat zijn ontwikkelaars die daar 5, 6, 7 kamers in zetten en daar dik vet aan verdienen. Maar ook de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen, die houdt op. Want mensen die daar eigenlijk een goedkope woning hebben, er is geen goede betaalbare huurwoning in de net boven die liberalisatiegrens. En starters krijgen niet snel een hypotheek. Er is geen huis voor onder de 2 ton... waar je met je vriendin en die zwanger is, kan gaan wonen. En zolang we dat dus... Je moet wel zwanger zijn. Ja, dan heb je een extra kamer nodig. Ja. Hè? Zo bedoel ik het. Oh, okay. Dus volgens mij dus daar zit wel de oorsprong van wat je ziet gebeuren op de Burggravenlaan of in Transvaal of hier. Mm. En in het beste geval, dat maakt het ook wel ingewikkeld. Het lijkt nu ook wel alsof het een soort schrikbeeld is, verkamering. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die hun appartement op de Burggravenlaan niet kwijt kunnen. Want ja, op 4 hoog, een jong gezin wil daar niet meer wonen. Vroeger was dat aantrekkelijk. Dus die raken zo'n woning niet kwijt. En als er dan iemand is die zijn zoon of dochter gaat hier studeren en die zegt van joh,
Er is geen studentenwoning te vinden voor mijn kind in Leiden. Ik heb geld, wat het rendeert ook, om dat appartement te kopen. En er wonen daar 3 studenten die daar prima in de buurt... Jawel, nee, dat is het probleem ook niet, Walter. Het probleem is meer, laten we zeggen, de herrie eromheen. Ja. Ik bedoel, je hebt een groep studenten die hun fietsen naar Maredijk neerzetten, waar geen invalide kar meer door klopt, kan. Klopt, maar je kan dus niet zeggen dat verkamering als fenomeen per definitie ellende is. Dat kan je gewoon niet zeggen, vind ik. Ja, het gevoel gaat natuurlijk wel... Je moet in bepaalde, het probleem is, want we hebben daar echt behoorlijk gediscussieerd ook met Lenfrink, de burgemeester, die zit op de handhaving. Dus de handhaving van panden waar de overlast echt enorm is, dat is één aspect. Maar dat is best lastig, want dan moet je meteen op het moment klachten krijgen van overlast. Dan moet het opheten, dan moet er een dossier worden opgebouwd. Dus het gebeurt allemaal wel. Nee. Maar wil je echt die mensen wegkrijgen of die onttrekkingsvergunning intrekken? Nee, het gaat niet om het wegkrijgen, het gaat om een heropvoeding. Dat de studenten die daar komen, regels nakomen die er gesteld worden van tevoren. En dat is bijvoorbeeld, ik praat nu even over deze buurt en de Maredijkbuurt. Als je die uitfietst, net voor de Pomerans recht, zijn ook een paar studenten. Ze fietsen op de stoep. Er zijn mensen die met van die karretjes rondlopen, de straat met alle gevolgen van die moeten oversteken om de stad uit te komen. Of naar de dijk uit te komen. Daar gaat het. Ja, nee, maar dat is een probleem. Die regels worden niet nagestreefd. En je ziet vooral, en volgens mij zijn de meeste mensen daar ook wel over, partijen het wel over eens. Er zijn nu een aantal maatregelen genomen. Het lijkt erop dat niet goed genoeg werkt. Dat er met name in een aantal buurten gewoon echt 50%, 60%, 70% van de woningen vrijwel onmiddellijk als te koop staan om worden gebouwd in appartementen. Ja. Ja. Nou, er zijn steden, Tilburg meen ik, een aantal andere gemeentes. Hè, je kan ook zeggen van nou, in een bepaalde wijk of een bepaalde straat mag er niet meer dan zoveel procent van alle woningen opgesplitst worden in appartementen. Dat kan. Dan moet je dat gaan doen. Dan moet je dat regelen. Ja. En dan wordt dat moet dan in de raad besproken worden. Dus daar gaat een hele tijd over. Je moet ook aantonen. Het heeft ook allerlei problemen. Want wat ik net gaf, dat voorbeeld van misschien dat oude dametje die de appartement op de Zitterlaan niet kwijt kan. Ja, die pak je er ook mee als zij haar woning wil verkopen. Maar net toevallig de woning een maand daarvoor naast haar verkamerd is. Dan mag zij het niet meer verkopen voor het... terwijl bijvoorbeeld... dus er zijn ook oplossingen met vereniging van eigenaren. Je kan als vereniging van eigenaren van een flatgebouw kun je zeggen, wij staan niet toe dat in ons appartementencomplex woningen worden opgesplitst. Ja. Nou sta jij, en dat vind ik ook terecht, is dat leegstaande gebouwen, er staan nogal wat hier omheen, niet hier, maar om de stad zelf, staan lege grote gebouwen. Waarom doet de gemeente dan niet het volgende? En het is dat er een soort appartementjes ingebouwd worden, waar dus die ze kunnen verhuren aan studenten. En er staat bij Bospolder, hoe heet dat dit? Bos van Bosman, daar in de buurt, als je erin gaat en je kijkt achter je, staat er een heel groot gebouw leeg. Grote gebouw heet dat. Ja, het oude anatomiegebouw. Ja, daar worden ook hele dure appartementen. Want dat is ook het punt, dat die gebouwen wel tot appartementen worden verbouwd. Nee, het hangt er vanaf. Dat zijn echt appartementen mensen met een hele grote portemonnee. Nou, dat hoeft niet altijd. Het punt is dat, ik heb een voorbeeld in Rotterdam, waar ik vandaan kom, geboren, getogen, op school gezeten. Dus ik ben echt Rotterdammer, dus ik heb dat geval gevolgd, hoe dat met die oude gebouwen en die leegstaande gebouwen. Nou, in Rotterdam had je het belastingkantoor, dat zat in de Puttegaalstraat. En het noemden ze in de volksmond de Putmaakaalstraat. Plukmaakaalstraat. En daar zijn ook dat idee, dat waren over jaren geleden, zijn betaalbare kleine appartementjes. Zijn met kleine dingetjes. Nou, dus kunnen jonge mensen in. En misschien nog een kamertje erbij als er iemand in verwachting is of wat dan ook. Dat bedoel ik. Ja, maar het hoeft niet altijd super deluxe te zijn. Ja, dat is wel, hè, want ik zei laatst, ik word ook nog wel eens Mr. Leegstand genoemd. Omdat een van de eerste dingen die ik deed in de raad was, dat was de kraakwet werd toen net aangenomen in de Tweede Kamer. En die maakte kraken strafbaar.
En dat vond ik onzin. Want ik zei, nee, de kraak is niet het probleem, leegstand is het probleem. Dus je moet leegstand aanpakken. Dus die motie is toen, toen hebben we als Leiden ook, omdat mijn voorstel werd aangenomen, om afstand genomen van het misdadig verklaren van kraken. En is leegstandsbeleid wel op gang gekomen. Ja. En je ziet nu door het aantrekken van de economie, dat, en ook omdat die kantoren al zo lang leeg staat, een eigenaar op een gegeven moment ook wel inziet dat nooit meer verhuurd gaan worden. Ja. Dan zie je dat toch steeds meer kantoren wel omgebouwd worden. De eigenaar maakt daar meestal flink verlies op. Nee, dat is geen eigendom van de gemeente. Er wordt wel gestimuleerd natuurlijk. Maar langs de Plesmanlaan, bij het Kanaalpark, daar zijn een aantal kantoorpanden gewoon omgebouwd. Ja. Tot soms goedkopere kamers, dure kamers voor expats. Bij de Plesmanlaan zijn het veel mensen die daar tijdelijk wonen voor een paar maanden, gemeubileerd en zo. Dus daar gebeurt wel wat. Maar er zijn natuurlijk wel andere vormen van leegstand waarvan ik denk van ja, daar moeten we nog wel naar kijken. Dat is soms braakliggend terrein. Al heel lang gebeurt er op het Werningterrein niks, omdat we daar eigenlijk een hele grote woonwijk willen bouwen. Maar goed, helemaal niets gebeurt er nu. Hè? Dus we zouden ook kijken, kunnen we daar dan niet tijdelijke woningen neerzetten of tiny houses of doe er wat mee. Winkels is natuurlijk ook iets. Er zijn toch nog te veel winkels die gewoon leeg staan. En wij hebben niet de middelen als gemeente om te zeggen van en nu moet je hem verhuren aan die en die. Dus dat blijft leeg staan. Ik denk wel van ja, het zou toch goed zijn als daar in ieder geval in die etalages iets gebeurt. Geef in ieder geval de gelegenheid aan kunstenaars of aan startende initiatieven om dat tegen lagere prijzen te huren. Probeer dat nou. Dus maar er kan was, wel wat. Er was, dat is jaren geleden, was er een actie in de Breestraat. Dat kunstenaars, daar had jij ook kunnen hangen dan, in zo'n winkeltje. Ja, in de Slechte is dat gebeurd. En dat was hartstikke succesvol. Ja. En op de Aanmarkt. Ja, ja in de oude V&D, precies. Ja. Maar daar zit dan, en dan moet je wel een welwillende eigenaar hebben. Ja. Dus in het geval van de Slechte was die eigenaar de Slechte van de familie zelf, die vond dat eigenlijk wel tof. Ja. Yes. En die verdiende daar ook niks mee. Maar die vond beter iets dan niets. Nou, dat zou gewoon de mentaliteit moeten zijn van mensen die panden leeg hebben staan in de binnenstad. Ja. En daar kan je best wel wat aan doen, vind ik. Ja. Walter, hoe groen is GroenLinks? Extreem. Groen. groen genoeg. Maar je stelt de vraag alsof je vindt dat dat niet zo zou zijn. Groen is overigens wel, wat is groen? Hè? Is dat duurzaam? Is dat, zijn dat bomen? Is dat, dus in die zin vind ik, groen links. Het punt is dat er, en daar heeft de NS mee te maken, als je kijkt naar Lammerschans, degene van de Bomenbond, er zit er eentje daar. Bomen worden daar gekapt. Er zijn al een aantal bomen daar gekapt langs het spoor en het NS vindt het te gevaarlijk. Dat die bomen dus de bedrading raken van die treinen, et cetera. De Bomenbond heeft daar tegen geageerd. En dat is een aardig geluk tot op heden, want het is stilgelegd. Je kent het verhaal? Ja, we hebben goed contact met de Bomenbond. Dat is een van de eerste dingen toen wij dat. Kijk, op een gegeven moment stond soms op Facebook, geloof ik. Dat is een van Jos Olshoorn, dat is mijn collega, die is woordvoerder met alles wat met groen, duurzaamheid, et cetera. Die heeft goed contact met de Bomenbond. Overigens de Partij voor de Dieren, volgens mij een half uur later al schriftelijke vragen had gesteld. Vaak doen we dat met z'n allen. Want er zijn gewoon een aantal partijen in de stad die zich druk maken om het kappen van bomen. En dat zijn wij, dat zijn de Partij voor de Dieren. En vaak haken daar andere partijen wel bij aan. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. En volgens mij is nu ook een deel stilgelegd. Het is helemaal stilgelegd, ja. Dat is het laatste nieuws. Heb ik nog even iets over de Haarlemmerstraat. En daar die herinrichting, dat heeft natuurlijk ook een partij geld gekost. Dat is verschrikkelijk. Daar staan dan lantaarnpalen waarvan ik, denk ik, met een donker moment even een paal weghaal om die in de Piet Heijnstraat te zetten. Dat is een ander verhaal, want daar konden wel prachtige lantaarnpalen komen. Maar het is niet helemaal gelukt daar in de Haarlemmerstraat. Dat vindt geen GroenLinks. Lees je de krant wel eens?
Jazeker. Ja, wel digitaal en het lijstje nog maar. Nee, we hebben vragen gesteld omdat want het klinkt nou heel negatief. De winkeliers zijn echt heel tevreden over de herinrichting. En half maart wordt het officieel geopend. En dat wordt heel erg leuk, want ik heb voorstellen ook gedaan om wat je dan allemaal kan doen in die hangerstraat. Het gaat over meer dan alleen winkels. Er ligt een hele geschiedenis. En ook de gevels zijn heel bijzonder. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik denk dat het echt heel veel beter is geworden dan het was. Ja, het heeft heel veel geld gekost. Maar D66 heeft dat in het begin van de periode in het collegeakkoord weten te krijgen. Dus nou, dan moet je het ook maar doen. Wat wij hebben gezegd van ja, goed, er zouden allerlei watertappunten komen waar je gewoon je flesje kan vullen. Ja. Ook met tegen de verspilling van plastic. Ja. Nou, die hadden we nergens gezien. De winkeliers vonden dat jammer. Dus, maar ik heb begrepen dat die er ook inderdaad gewoon gaan komen. En dan gaat het over dat die Haarlemstraat, als het niet helemaal vol is, nog steeds door auto's gebruikt wordt om even door te steken. En wij hebben gezegd van ja, dat is nou toch niet helemaal de bedoeling. En, nee. Hoe gaan we dat nou oplossen? Maar ik vind het wel best mooi geworden. Ik ben blij, heel trots met de Lange Maren overigens. Daar heb ik een motie voor ingediend. Toen zei van jongens, kan dat nou niet wat groener? En dat vond eigenlijk iedereen wel. En, dus ik heb ook met de dienst Stedenbouw ben ik uitgenodigd en een beetje zitten kijken. En ik vind het zelf... Ik vind het Lange Maren ook mooi geworden. Ja. Het is alleen heel erg jammer voor al die fietsen. Nou, dat is in het weekend is dat... In het weekend, zaterdag. Ja, maar goed, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk tegelijkertijd, ik heb liever dat er heel veel mensen met de fiets op zaterdag naar de binnenstad komen, dan dat ze allemaal met de auto komen. Ja. En op zaterdag worden er nu tijdelijk hekken neergezet, zoals ook op de Steenschuur en de Nieuwe Rijn. Dat werkt gewoon echt goed. Ja. En zelfs dan denk ik van ja, het is jammer, hè, maar echt 100 keer liever dan... er komen gewoon mensen uit de Stevenshof met de auto naar de binnenstad, weet je? Dat is toch eigenlijk een beetje te gek voor... Er zijn parkeergarages, weet je dat? Onder de grond. Ja maar dan nog... Raadslid van het jaar, om even af te sluiten. Ja, dat was jouw Jos. Collega, dat was toch leuk. Jos Polsterhorn. Ja, hartstikke goed. Nou, die heeft ook... Jullie het ook allemaal gelezen hebben, maar... Het is leuk. Zeker, die heeft... Jonge vent. Heeft ook echt heel veel goede dingen gedaan de afgelopen vier jaar. Ja, echt leuk. Ook bijvoorbeeld de bomenkap in de kooi, wat onderdeel werd van de herinrichting, hebben wij toch weten tegen te houden. Dus voorkomen terug. Duurzame lintjes natuurlijk ook een mooie actie vanuit. Duurzame lintjes. De groene lintjes worden georganiseerd. Dus, ja. Heeft er iemand nog een vraag? John. Daar bij de Landmarkt klaar is, wordt de 4 mei herdenking weer daar gevierd of herdacht? Ik ga daar dus niet over, maar ik kan me zo voorstellen dat dat wel gaat gebeuren, ja. En anders, ik zou het niet durven zeggen nu. Nog een vraag? Ja, binnenstaat. De Meijerberg van Erfgoed Groep, die de gasfabriek heeft en de Paleis Soestdijk heeft opgekocht. Die hebben grootscheepse plannen voor het energiepark. Om daar een evenemententerrein te maken en veel horeca. Mm-hmm. Hoe staat GroenLinks daarin? Ja, er was laatst, het is eigenlijk vrijdag, is een soort officiële presentatie daarvan geweest. Waar ik er overigens niet bij kon zijn, maar wel twee collega's van mij. Overigens, het Westen Gasfabriek is inmiddels weer verkocht aan een oud DJ of Soeterheim. Dus blijkbaar is het ook niet zo altijd voor eeuwig wat ze hebben, wat het alleen maar ingewikkelder maakt, overigens, vind ik. Even uitleggen, de gasfabriek Amsterdam, daar... De gasfabriek, het is een beetje dezelfde soort architectuur, een beetje eind 19e eeuwse industriële monumenten, absoluut het behouden waard. Dus het is... Op zich vind ik het goed nieuws als een grote investeerder, die ook heeft laten zien dat ze dit soort monumenten ook echt opknappen en meerwaarde geven. Is dat goed dat ze dit gebied willen gaan ontwikkelen? Ook Scheltema erbij willen kopen. De vraag is natuurlijk wel van ja, wat gaat er dan precies gebeuren en hoe verhoudt zich dat tot
de leefbaarheid van de mensen die daar in de omgeving wonen. En waar ik me wel met GroenLinks wat zorgen over maak, is over hoe die participatie nu gaat. Ik heb wel het idee dat wel heel erg hapsnap is. Dus volgens mij nog tot 19 januari of februari de tijd om reactie te geven. En dan wil het college al voor de verkiezingen al een soort besluit nemen. Maar op dit moment is het nog niet een discussiepunt in de Raad, omdat het gewoon nog niet aan de gemeente is om daar nu al iets van te vinden. In Amsterdam wordt het goed gebruikt door de opnames, daar de wereld draait door. Jinek zit er geloof ik met haar talkshow. Dus, ja. En er zijn ook allerlei colleges die gehouden worden daar. Dus dat, ja, maar ik geloof niet dat, wat ik begrepen heb, en ik heb wel gepraat met de wijkvereniging, dat het niet zo is dat iedereen zegt van nou, dit moeten wij echt niet willen hier. Maar er zijn wel zorgen over, ja, is daar dan niet elke maand een feestje met 3000 man en hoe zit dat? En daar is nog geen goed antwoord op. Nee. En zolang dat er niet is, snap ik dat mensen zich zorgen maken. En dat vind ik wel voorkomen terecht. Wat heb jij met stadsdichters? Ik moest het nog even. Een collega van jou die... Egon is een vriend van mij. Ja, precies. Ja, ja, ja. Er is, en mijn vrouw presenteert het. Ja, 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 ja. Dus ik ben erbij. Jouw vrouw houdt ook talkshows, hè? Die heeft voor de Icon radio, ja, shows, ja, gedaan. Ja, ja. Ja, ja. Nou, leuk voor de. Ja, ja. Dat doe haar de groeten. Ja. Ja. Stadsverkiezing is er en er is woensdag de finale bij B+C, geloof ik. Ja, jij hebt het voorbeeldje voor je. Ik weet dat het woensdag is. Ik interview jou. Ja, dus ja. Dat, ja, maar ik weet niet precies waar het is. Maar... B+C, okay. Bibliotheek Nieuwstraat, nummer 4. Dus dat is voor de liefhebber, krijgen een nieuwe dichter. Dus vandaar. Even voordat we afscheid nemen van die, Walter. Die meneer daar wil. Oh, sorry. Nou ja, ik heb de hele middag de tijd, dus hoor. Ik vond Johan al zo stil. Ik denk dat er is iets mee. Ja. Ik ga wel eens naar bijeenkomsten, onder andere over de inrichting van het stationsgebied. En ik ben ook meneer Lauwke ook al eens horen zeggen, de overheid eist gewoon van Leiden 15.000 woningen. Nou, ik vind het een probleem dat je als wethouder over de bouw gaat en over de leefbaarheid. Want dan weet je vaak dat het toch de faveuren van de bouw gaat. Maar hoe staat GroenLinks er nou in? Want ik hoor daarbij bij de sceptici. Dat je eigenlijk denkt van dat toch heel vaak de burger... wel op inspraakavonden mag komen, maar eigenlijk als je onder de streep kijkt wat het resultaat is van de inbreng van de bevolking, dat het eigenlijk toch een beetje al voorgekookt is. Hoe staat GroenLinks erin? Hetzelfde, denk ik. Ja, ofzo, je zegt nu eigenlijk twee dingen, hè? Want de hoeveelheid woningen, wat je zei, is wel heel veel. Men zegt 9000 woningen tot 2030 ongeveer in Leiden. Dus dat is al een flinke opgave. Ja. Maar nogmaals, hè, je kan het ook niet doen. We hebben het net over gehad. Dan moet je wel nadenken over wat er dan gebeurt met de betaalbaarheid. Dus je moet heel goed gaan nadenken. Maar ja, waar, als je dat wil. En volgens mij moet je gewoon beginnen. Hè, en kijken waar dat kan zonder dat je die leefomgeving totaal om zeep helpt. Dat is een ingewikkeld verhaal. En je kan natuurlijk niet meer in deze tijd zonder de mensen die daar direct mee te maken hebben aan de slag gaan. En dat gebeurt wel te veel. Er zijn te veel plannen waar inderdaad gewoon, ja, op het moment dat er eigenlijk al een plan ligt wat klaar is. Dan kan je inderdaad, dan komt het op ons bordje te liggen. Hè? En dat is ook het moment waarop inwoners wat kunnen vinden als het in de raad wordt behandeld. Ja. Terwijl je natuurlijk in een veel eerder stadium eigenlijk... We hebben het gevoel dat de groene initiatieven gewoon eigenlijk niet echt serieus genomen worden. Gewoon het wordt volgebouwd en dan een paar plantjes op een dak en dat is dan goed. Nee, dat is iets anders nog zelfs, ja. Dus je moet nog maar hopen dat als er iets gebouwd wordt, dat het dan ook duurzaam is. Dat het niet meer op gas wordt aangesloten, dat het klimaatneutraal is. Het probleem, en zonder nou te ingewikkeld te worden, het probleem is wel dat je als overheid of als gemeente niet heel veel meer kan eisen dan wat er in het bouwbesluit staat. Dus als iemand iets wil bouwen en dat past een beetje binnen dat bestemmingsplan, dan
moet die voldoen aan dat bouwbesluit. En als ze dat doet, dan kan je eigenlijk die vergunning niet weigeren. Dus wij hebben wel invloed als gemeente en dus als raad en dus als GroenLinks op planvorming van de gemeente zelf. Dus als wij grond uitgeven, dan kunnen wij eisen stellen aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. We zeggen ook, we willen dan 25% sociale huurwoningen bijvoorbeeld ertussen erbij. Dat kunnen wij eisen. Aan een particulier is dat ingewikkelder. En er komt een omgevingswet die dit soort dingen beter zou moeten gaan regelen. Daar is een vrij belangrijk deel ook voor weggelegd voor de participatie. Maar dat moet nog allemaal nog wel vormgegeven worden. Ja, oké. Ik wou het hier even bij laten. Wij danken jou hartelijk voor jouw komst, jouw uitleg. En ik wens jou ontzettend veel succes met GroenLinks. En waarom zeg ik dat? Omdat ik zelf ook op GroenLinks heb gestemd. En dat voorlopig ook blijf doen. Nou, dankjewel. Dat was mooi. Ik ga zo even naar boven. De volgende talkshow, dat is 25 februari. Dat is weliswaar de dag voor mijn verjaardag, maar ik doe er verder niks aan. Dus dat is met Harre Meijer, dat voormalig huisarts in Leiden. Een kleurrijk persoon. En Robert Strijk. En Robert Strijk is weer van een andere partij. Maar die gaat ook afscheid nemen als wethouder. Zal nog wel een paar maanden doorlopen, maar het zijn mensen die stoppen. Walter gaat gewoon door. Walter, nogmaals hartelijk dank. Ja. Dankjewel. Ik dank jullie hartelijk. Neem nog wat te drinken, dan praten we nog even.